Dat André Hazes vaak scheidlollig is mogen duidelijk zijn, de ene na de andere vaak grappige video komt voorbij op Instagram. En nu was het wel weer eens tijd, iets wat ze natuurlijk wel gewend is, maar zijn liefje tuint er toch weer in. Schat gefeliciteerd hè, met Dre, roept de zanger vanaf de bank. Hoezo, roept Monique, de grap, kleine Dre is een koning, de video is hier te zien. Het gaat goed met de hazesjes, zo vertelde de zanger onlangs in verschillende interviews. Ja, hij krijgt af en toe nog flink op zo'n donder over wat er allemaal gebeurd is in amper 100 dagen Brazes. Maar André mag niet klagen, André, thuis gaat het echt top. De sfeer is ook top, maar ik krijg nog steeds af en toe op mijn flikker, over wat er allemaal is gedaan, want ik ben natuurlijk wel een botte lul geweest in die tijd. We praten nog steeds elke dag over de situatie, maar ik ben nu heel gelukkig. In Jinek vertelde de zanger onlangs dat hij bepaalde dingen beter niet had kunnen doen. Hij doelt dan op de foto's van hem en Bridget die schaamteloos aan de hele wereld showden. Ik ben er niet trots op of zo, maar ik denk dat dat de vloek is van mijn achternaam. Ik heb een karakter, als iemand tegen mij zegt je moet het niet doen dan wil ik maar één ding en dat is het wel doen, legde André uit.